Goedemorgen, mijn naam is Fernando. Dit is Start Je Ochtendshow. Zoetigheid voor je oren. Het gaat gebeuren. Broederliefde in het kasteel in Rotterdam. Sparta Stadion. It's gonna be down. It's gonna keep it hot, keep it banging. Zoals Mino Lop. Dus nu hoor ik een Sani van die smaakbari de man. Ik kan me nog herinneren dat die jongens in de studio zaten en ik op een gegeven moment tegen ze zei van, boys, besef hè, wat jullie hebben is uniek. Het gaat groot worden. Ze hebben dat ding, die passie, dat gevoel en ze willen gewoon die energie met ons allemaal delen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, goed. Ik moet werken, hè. Ja? Ja? Toppie. Toppie, toppie, toppie. Maar die dingen stonden er toch niet, of zo? We hebben altijd wel het gevoel gehad dat het goed ging. We hadden altijd onze showtjes. Ja, we konden gewoon een beetje doen wat we wouden. Maar eigenlijk wel tot vorig jaar, dan ga je wel beseffen van, dit is eigenlijk pas doorbreken. En dan ga je toch stiekem het besef hebben dat je wel een groot concert kan doen. Maar niet dat we 10.000 man in het Sparta-stadion zouden krijgen. Hier stonden we dan. De Kuip zaten we ook eerst te twijfelen. Maar ja, uiteindelijk hebben we voor Sparta gekozen. Dat is natuurlijk logisch. Het is gewoon lekker thuis. Het was meestal gewoon dat we met een groep van zeker 12 jongens of zo. Zeker 12 jongens gewoon van verschillende culturen. Dan kwamen we gewoon hier bij elkaar. En dan was het gewoon van bij die hekken een beetje kloppen, een beetje smeken, bedelen. Hebben jullie een kaartje? Nee, nee, nee. Ja, nee, zet een foto, nee. Kan je het nog? Kan je het nog? Gregus! Ja, zie je iets? Zie je wat? Wat was het? Wie is de bal? Meneer! Ja, pakken. Thanks man. Shokran, shokran. Alles goed? Stap hier. 100. Dit is eigenlijk uitzicht op het stadion waar het allemaal gaat gebeuren. Ja. Het is gewoon mijn achtertuin. Ik heb wel dagen gehad dat ik hier op balkon kom staan in de avond of zo. En dat ik gewoon naar het stadion kijk. Want dan is er ook verlichting. En dan kijk ik naar het stadion van, we gaan echt in het stadion staan. Voor 10.000 man, gewoon. Het is wel crazy, ja. Het is wel gek. Maar weet je wat ook uniek is van dit concert? Is dat het bij ons gewoon in de buurt is, gewoon waar wij zijn opgegroeid. Dat er gewoon een stadion midden in de buurt zit. En dat er nog nooit een concert is gegeven. Overal noemen ze broederliefde. Broederliefde komt in de Sparta spelen. Dus overal als je naar de supermarkt gaat, als je naar hier ons loopt, dan hoor je de hele straat over broederliefde praten. Dat is echt niet normaal. Nee, had ik nooit verwacht. De echt straatjochies, dacht ik. Kleine crimineeltjes bijvoorbeeld. Mensen treiteren lekker buiten of zo. Maar nee, ik had het nooit verwacht. Die views op YouTube gaan gewoon. Al die clips gaan over de 15, 20 miljoen. Het blijft gewoon gaan. In 8 maanden tijd 109 miljoen streams, ja. Dat is geen kattenpis. Maar dit is dus eigenlijk wel, ik vind hem wel de mooiste plaat. Ook die CD is zo classic, je weet toch? Geef je zo'n Michael Jackson gevoel. Ik ga
ga het meteen zeggen. Het is broederliefde. Is broederliefde. Broederliefde. Best group. Broederliefde. Ik vond dat ze heel veel zelfvertrouwen hadden. Precies wisten wat ze wilden. Heel koppig waren. En niet bang waren om fouten te maken. Door de jaren heen hebben ze toch lef getoond en initiatief genomen om zelf een eigen sound te creëren. En dat is heel moeilijk voor een muzikant. En het floot gewoon. Dat komt omdat het natuurlijk is. Het is niet geforceerd. In je jeugd ben je heel erg aan het kijken naar wie is ongeveer hetzelfde als jou en wie niet. Toen op het moment dat ik naar de middelbare school ging, dat was het moment dat ik echt met die jongens begon om te gaan. Constant eigenlijk maken we elkaar gek. Dat is iets wat we de hele dag doen, elkaar gewoon lullen. Ja, elkaar gek maken. Heel de buurt komt hier voetballen. Dus je hebt gewoon van alle kinderen die wouden voetballen, kwamen hier voetballen. En dan kom je gewoon met meerdere hier. Soms stonden er hier wel 30, 40 jongens te wachten om hier te voetballen. Maar je hebt natuurlijk wel veld 1 en veld 2 natuurlijk. Ja, wij stonden wel altijd op veld 1. Zet je kop! Hey, pak je kans, hè. Modella, Modella! Zet je hoofd goed, want je hebt nog nooit zo'n velocidad van deze... Heb je nog nooit gezien, man. Jer en ik zaten al vanaf groep 1 met elkaar op school. Dus als het soms niet ging met voetballen op het pleintje, dan was het van, ik zie jou na schooltijd. Die klappen waren hard genoeg om elkaar naar de top te slaan. Ja, kom maar, boefie. Kom maar, niet te veel. Kom maar. Dale, papi. Oh! Deze was mooi. Deze doet pijn. Deze doet pijn. Ja, ja, ja. Deze is vies. Deze is vies. Deze is echt vies. Voetbal was mijn leven. Vroeger, als ze me vroegen op school van wat wil je laten worden, dan zei ik altijd profvoetballer. Ik kon nooit wat anders bedenken. Ik wou nooit politieagentje worden of brandweerman. Ik denk dat dat bij ons allemaal het geval wel is geweest, zeg maar. Dat we allemaal echt profvoetballer wilden worden. Maar wat je wel erbij moet vertellen is, we waren al bezig met muziek vanaf het moment dat we ook bezig waren met voetbal. Het is niet zo gegaan van, hey, ik maak nu muziek, dus ik stop met voetbal. Of, ik speelde gewoon bij FC Utrecht. En in mijn vrije tijd, als we in de buurt waren, dan kozen wij ervoor om gewoon nummers te schrijven. En dan gingen we bij jongetjes thuis gewoon nummers opnemen. En dat was gewoon omdat we het gewoon leuk vonden. We stonden wel ons mannetje op het veld, hè? En dat maakte ons speciale jongens. Hey boys, tellen, hè. 2, 3, 4, 5, 6. Ik denk dat het zo voelt. Een goal scoren in een volle stadion. Waar iedereen vast staat te juichen. Ik denk dat een beetje overeenkomt met optreden voor 15.000 man. En iedereen zingt met je mee. Ja, ik denk dat het ongeveer dezelfde feeling is. Kakken, man. Mela moet kakken! Ojo. Was het A1? Ja. Tess. Shaf is niet onder de indruk van niks. Mati. Kijk, hij pakt Mati, Mati, Mati. Oeh, mooie intentie. Ik zeg je eerlijk, boys, ik mis dit, man. Wel gek, man. En dan deze. Vakka! Hey, Vakka, wat doe je nou allemaal? Die mensen lopen met de kali. Ja, Vakka, jij, man. Oké, guys. Ik heb staan voor de band Dreams. Ja. Allemaal hetzelfde. Mm-hmm. La Banta. Mm-hmm. Onderweg. Yes. En de Surprise Act in dit blok. Dat doet de band ook begeleiden. Ja. En dan hebben we staan Dansers in Jungle natuurlijk. En dan dansers in het eindnummer ook. Minolop ook. Willen jullie ze ook in Minolop? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, zoals je weet is de vergunning ook rond. Dat was een aardige bevalling. Yep. We hebben net gekeken. En we zitten op 8500 kaarten. Zo. Dus je hebt nog 1500 kaarten over. We gaan richting uitverkoop. Ja.
Want ik krijg steeds meer spanning. Het is een feit. Het is een feit. Ik denk wel dat de mensen uit Spangen ook trots kijken naar ons van... Die jongens van Broederliefde zetten Spangen op de kaart. Ik ben nog steeds een CMA, omringd door een probleem. Vroeger was het MOB, van die Jimmy's fit, die weken opeens. Spangen hier zo. Ik woon hier heel mijn leven. Sinds mijn geboorte woon ik hier, in dit huis. Ik ben van plan om nog lang niet uit Spangen te gaan. Kampioen geworden en daarna weggestuurd. Veel gezien. Maar hoe ik er eigenlijk ben opgegroeid? Eigenlijk gewoon in een... Spangen wordt wel gezien als een achterstandswijk, weet je. In de tijd dat ik nog klein was... was het wel wat grimmiger en gevaarlijker en ja. Zwervers, junkies, vroeger liepen ze gewoon hier over straat of zag je in de trappenhallen, zag je gewoon junkies slapen of zag je naalden. Daar is in de loop van de tijd is een zeer zekere ontwikkeling gekomen en is het vooruit gegaan. Nee, ik liet hun niet, toen ze nog kleiner waren, niet naar buiten. Voetballen ging gewoon mee. Tot ze groot te worden, jij maakt het te veel zorgen, nog steeds kom je mee naar buiten. Spangen is gewoon natuurlijk, staat het bekend als een probleemwijk, dat weten we allemaal zelf ook. Maar het is naast een probleemwijk is het ook gewoon een hele warme wijk, waar iedereen elkaar kent en waar iedereen elkaar gewoon het beste gunt. Ik heb heel veel dingen gezien om me heen, wat mensen hebben moeten doen. En gelukkig voordat wij net de echte pogingen wouden gaan doen om dat soort dingen te doen, is Broederliefde opgekomen. En dat, ik ben God daar echt dankbaar voor. Dus ik heb nooit echt mijn arm moeten strekken in de criminaliteit of in de stoute wereld. Yo. Broederliefde, 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 Broederliefde. Eén team. We streven naar succes, so fun. Kijk hoe ik mijn stappen zet. Want meer shows, dat is meer cash. En meer hoes, dat is meer stress. Ik kijk alleen naar mama, mama's mooie. Oh, daar gaat ze naar mama. Oké, staan. Dit is de plek waar we bij elkaar kwamen. Ja. Waterijsjes, zonnepitten. Zonnepitten, waterijsjes. Geweldig. Snoep, een zak snoep. Geweldig. Dat ze alle delen. Ja, dit is een plek ook om nooit te vergeten eigenlijk. Steentje. Steentje, ja. Hier verzamelen we ook gewoon als we naar de shows toe gaan. Nog steeds. Die mensen hierboven, volgens mij als we daar zo meteen gaan aankloppen en we vragen hun van... Of ze last van ons hadden, zeer zeker. Maar hier zaten we dan gewoon de hele dag over alles te praten. Gewoon over muziek, over voetbal. Het was altijd gewoon gezellig hier. Maar weet je wat ook mooie van Steen was? Het was eigenlijk zeg maar het middelpunt, zeg maar. Voor ons was het soort van hartje van Spangen dan, zeg maar. Alsjeblieft 10 per persoon. 10 per persoon. Ja. Ik moet de buitenlandse. Heb je niet bestaan? Ik bestaan bij onder. Hey. Loebie. Hey. We zijn er bijna. Yes. Zeker. We gaan dus tegen het kasteel aan aanbouwen. Dat wordt ook jullie backstage. En jullie lopen zeg maar daar vandaan naar het podium op. Mm-hmm. Op het betonnen deel. En dan gaan we helemaal breed het grote stage doen. Ik kan het even niet voor me zien, man. Nee, weet je wat het is? Omdat je niet kan voorstellen dat die stage is hoog toch ook. Ja, we staan nu op de grond. Hè? We staan nu op de grond. We gaan 2,30 meter omhoog, hè? Weet je wat ik lekker vind? We weten gewoon van, er zit een team achter, je weet toch? Dus je hoeft je niet druk te maken. Je hebt toch die dingen van vroeger, je hoeft je niet druk te maken om domme dingen. Dus wie staat bij de kassa of... Snap je wat ik bedoel? Sowieso dat voelt wel lekker, vind ik.
kriebels. Ja, ja, vandaag voel ik hem wel, ja. Gezonde spanning. Toen dacht ik wel even van, we zijn er bijna. Heel spannend. Ja. Goed scherp blijven en dan komt het goed. Hoe gaat die, schatje? Hoe is het? Ja, gaat goed. Ja? Ja, gaat lekker, gaat lekker. Is Ziggy er nog? Deze heeft mij geterroriseerd, hoor. Bij onze nummers was het altijd van... En dat je boven kwam, ja. Die hond, dat je bijna door het raam ging. Weet je het nog? Hier is het begonnen. Hier is het echt begonnen. Hier hadden we Maluku opgenomen. Onze eerste 101 Pars. Wij waren nooit thuis, wij waren altijd hier. En ik woonde bij mijn oma. Mijn oma had zoiets van, waar blijf je nou? Wij waren altijd hier. Altijd. Nee. Kijk hoe klein Jelani was, hè? Gek, man. Jerry heeft een prachtig kind met haar dochter. Dus ja, we zijn allemaal echt een groot familie sinds vroeger al. Zeker. In het begin dacht ik echt, met de muziek, nou, dat wordt helemaal niks. Families gek maken hier zo in huis. Heel de dag boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Pompey! Ja, ook dat nog, gillen naar elkaar. We namen het totaal niet serieus. Het was gewoon hobby. We dachten van, we doen gewoon wat we leuk vinden. En ja, we zien wel waar het belandt. En ja, uiteindelijk is het op een prachtige plek beland. Wat ik tof van ons vond is, we deden niet echt iemand na of zo. We deden echt gewoon ons eigen ding. Ik weet nog, toen we Maluku hadden uitgebracht, iedereen had zoiets van, wat doen deze boys nou, joh? Snap je? Maar ja, als je nu terugluistert, hoor je Omeng Malukus. Begrijp je? Toen hadden we ook onze eerste mixtape uitgebracht, 2012. 2014 kwam een gevoelig feestje en dat was wel de plaat die, ja, we kwamen binnen op 3 in de Nederlandse top 100, album top 100. Dus dat was ook wel gek. We wisten niet eens wat de album top 100 was. Dus ja, het was wel wennen voor iedereen om zo'n Caribische sound te horen. Eentje is Cabo, niemand wist precies wat Cabo was. Eentje is Dominicaans, eentje is Antilliaans, snap je? Dus het was echt... We maakten Maluku terwijl niemand Portugees was. Deze is echt ook goed, hè? Ja, die is mooi omdat die gaat echt over café. Mijn moeder, als ze aan het schoonmaken was, luisterde ze altijd dit soort muziek. Dit is wel wat klassieker, toch? Dit is meer echt van die tijd. Dit is echt een mooie. Af en toe wil mijn moeder ook, ja nu minder, maar af en toe wil mijn moeder wel gewoon met me dansen. Gewoon pakte ze mij vast. Waar, een beetje last van mijn rug. Nee, ze een beetje last van haar rug. We hebben echt oude zielen. Ik weet niet, het is gewoon... Ik denk dat heel veel mensen dat niet, heel veel artiesten van tegenwoordig dat niet hebben. Ik denk dat dat ook onze voordeel is. Want uit die oude muziek kan je weer dingen zetten in je nieuwe muziek, snap je? Net Slabanta, het is eigenlijk heel traditionele muziek. Ik ken nu Energieluister bijvoorbeeld van Ronnie Flex. Maar dat ken ik kort daarna. Ik ken echt een bloed, zweet en tranen komen van André Hazes. Omdat ik dat ook echt mee... ik kan het gewoon echt meezingen. Maar Bob Marley is toch wel een special. Ik zeg altijd, we hebben geen genre. Onze genre is gewoon broederliefde. Maar dan moet je ongeveer zo groot zijn. Ja, toch, precies. Wat heb je ook op je rug? Broer, ik moest wat zetten, broer. Dat was die tijd. Kijk, dan was je ongeveer zo groot. Oh ja, ik heb gelijk. Dat is zelfs nog groot, man. Hey, Adam, ik zeg eerlijk, moeten we daar een Sparta zetten of Kasteel? Kasteel, man. K-
kasteel wat jij zei, broer. Maar is het het kasteel of hoe? Nee, dan, je kan gewoon het zetten. Ja, maar weet je wat het is, broer? Die Sparta daar. Ja, daar hebben wij niks mee te maken. Ja, broer. Wij hebben te maken met het kasteel. Of zie ik het verkeerd? Ja, maar anders is... Hij moet Sparta maar mellen. Anders kan je gewoon een kasteel op Google pakken. We zijn wel broeders van elkaar en denken over heel veel dingen hetzelfde, maar ook over heel veel dingen weer niet. En iedereen heeft ook zijn eigen mening. Er is geen groepsdruk, totaal niet. Dus als één iemand iets doet, is het niet zozeer dat iedereen dan volgt. Iedereen heeft gewoon zijn eigen denkwijze, zijn eigen pad. Bijvoorbeeld Edson heeft ook geen tattoos. Naïm heeft ook geen tattoos. Ik heb ook geen tattoos. Dus dat is iets gewoon van... Iedereen doet gewoon altijd gewoon waar hij zich het beste bij voelt. Ja, kasteel is sowieso een. Het heeft sowieso geschiedenis met zich mee. Het staat er al heel lang. Het staat er volgens mij zelfs voordat de buurt Spangen heette. Maar dat is niet de reden waarom wij het doen. De reden waarom wij het tatoeëren is omdat we daar onze eerste grote concert gaan geven. Film is voor mij? Dat is precies niet. Kom. Wie? Kijk. Wie weet. Als hij bijvoorbeeld een titel krijgt en ze willen hem niet te komen. Die proces heb ik niet gezien. Soms mis ik de anonimiteit wel. Gewoon de momenten dat je echt gewoon jezelf wil zijn. Of dat je eventjes niet de schijnwerpers op je wil hebben. Hé, hey, op die bot is broeien, man. Middelste stuk. Momenten dat ik misschien met mijn zoontje aan het buiten spelen ben en dat ze de aandacht krijgt van heel de buurt. Gewoon eventjes een keer helemaal Lazarus op straat, te veel gedronken en dan wakker worden op het pleintje. Helemaal dronken, ja, dat zijn dingen die niet meer kunnen, want je bent een voorbeeldfunctie natuurlijk. Bijvoorbeeld wat we hebben, die dingen dat we hebben meegemaakt met die chaos van de laatste tijd met Bevrijdingsdag en zo. En dat we de mensen ook hebben laten zien dat we ervan hebben geleerd. We zijn ook helemaal niet antisemitisch of we haten Joden ook helemaal niet. We hebben juist respect voor elke geloof. Het was gewoon op dat moment het besef niet. Weet je wat het is? Dat je geen dingen moet roepen waar je niks van af weet. Dat is een hele grote les. Doe je ding, hou je tuin, neef. Moeten we lopen naar de Bepaalde fouten kan je niet maken. Dus als je eigenlijk echt aan de top wil komen, moet je er elke dag bij stilstaan aan wat je doet en waar je naartoe gaat. Pak aan, neefjes. Hoe een niveau. We zijn volwassenen geworden. Dat is denk ik het belangrijkste woord. We zijn volwassenen geworden. We weten beter met situaties om te gaan. We weten situaties beter te beschrijven. En dat hoor je ook terug in onze muziek. Je moet me niet schreeuwen. Mila Latem, Mila Latem. Mila Latem, Mila Latem. Hoe steek je met mijn maatregelen? Ben ik een geleerd van mijn vader? Dus luister dan, we gaan eerst even die tonen met z'n allen zingen. Kan ik deze worden? Nee. Ja, dan gaan we weer. Ja, 1, 2, 3, 4, 1. Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Oké, precies. Nu ben jij mij. Doe ik! Oké, dat kan echt niet. Hij zingt laatst van. Je stem, Jer. Ja, sowieso. Besef gewoon, je stem. Dat is alles, dat is jullie instrument. Dat is alles wat jullie hebben. Kijk, jullie zijn gewend om echt jullie stem verkeerd te gebruiken. En met monitors. En met monitors ga je sowieso ook beschreeuwen. Als je één is hebt,
hoor je jezelf 100% goed en duidelijk. Te goed. Ik ben schoor dat ze rock en roll. Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doelwit. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Zeg maar, waar wil jij heen? Was het aan mij, dan bewegen we nu. Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux. Papa, doe een beetje harder. Mag niet harder. Papa, zo. Nee. Kan je Feyenoord kiezen? Weet je wat is? Het is toen ik mijn zoontje kreeg, waren we juist in de stijgende lijn. En dus ik weet, zeg, ik weet niks beters dan dit. Ik weet niks beters dan dit. Zeg maar, de succesvolle dingen die we hebben meegemaakt, hebben we allemaal meegemaakt toen ik hem had. Een beetje verkouden, vriend. Hè? Huh? Ben verkouden. Een flitsende start van Feyenoord. Jelani, mag papa nu spelen? Zo gaat het elke dag hier. Of toch nog? Oké. Okay. Wat? Hebben we gescoord? Ja. Oh, 1 goal voor papa dan. Jerry is gek, man, bro. Ja, man. Het is een feit. Gek, man. Deze is echt gek, man. Ik zweer het. Mooie tatoeage, man. Ik zeg eerlijk, ik ben echt blij als ik hem ook heb gezet, man. Ja, man. Oké, fijn dat jullie er allemaal zijn. De show zit goed in elkaar. En als we hier bezig zijn, probeer gefocust te zijn. Weet je wel, hè? Dit is nu het moment om een show te maken. We gaan gewoon beginnen. Zie je, jongens. Oortjes in. Yes. Let's go. We're gonna what? Go well. Allemaal oortjes in. Ik pak zo de microfoon. In 3, 2, 1, go. Maar 4 jaar geleden zouden we vragen, joh, wat zou je nu denken dat die jongens nu staan? Zou jij dan mogen dromen? Nou, dan zou ik ze gewoon nee zeggen, keihard nee. Maar ja, ik heb ze vanaf 2010 heb ik ze meegemaakt. En ik zie ze helemaal groeien. Ja, dat is gewoon ongekend. Het is gewoon heel mooi om die gasten te zien groeien. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja, het is gewoon gek, joh. Het is echt... Jezus, stop nou. Het is... Jezus. Ja, dat zeg ik, broederliefde. Voor mij is een levende bewijs dat er niks onmogelijk is. Ja, zie je wat het strand is. Het is... Een lekker schot!